De bedankdag zou op 14 september hier in de Rotterdamse Veerhaven beginnen met allerlei activiteiten op en rond de Maas. En eindigen in Ahoy met een 2 uur lang durend concert. De bedankdag is bedoeld voor alle Nederlanders om afscheid te nemen van de afgetreden koningin en zou live uitgezonden worden door de NOS. Dat de dag wordt uitgesteld is voor veel Rotterdammers heel begrijpelijk. Ja, het is wel bijkomen van alles wat er is gebeurd. Ze moeten ook een tijdje van rouw hebben natuurlijk. Ze moeten er overheen komen, weet je. En dan kan dat soort dingen plaatsvinden toch. Want het is voor de koningin toch ook, of voor prinses Beatrix natuurlijk ook weer emotioneel op die bedankdag. Dus ik ben het er helemaal mee eens dat het uitgesteld wordt. De nieuwe datum van het feest wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.